gillend, willoos geworden. Die uitzonderlijke band bestaat zolang ik Armando ken. Ruim 42 jaar. In de solistenkamer van het Amsterdamse Concertgebouw neemt het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando nog een nummer door voor Armando's afscheidsconcert als violist. Op zijn 60ste verjaardag in 1989 gaf Tata Mirando hem een viool en de opdracht dat hij moest gaan oefenen. Ik wist van Armando's verleden als hotviolist, swing- en zigeunermuziek, maar gehoord had ik hem nooit. Na 41 jaar niet meer te hebben gespeeld, begon hij opnieuw. Aarzelende vingers, zoekend naar de melodieën die zich achter de horizon van de tijd ophielden. Ik was ontroerd. Hij kon het werkelijk. Later won hij zelfs een Edison met zijn eigen kwartet. Ja, every time we say goodbye, I die a little. Zeker. Maar ik ben je heel dankbaar dat je gekomen bent. Ja, goed. Voor dat afscheid van ons. Hartstikke fijn om te doen. Want je hebt wel wat anders te doen. Ja, thuis zitten. Ja. Hartstikke fijn om te doen. Ja, mooi. Kijk, dat horen wij jonge jongens graag. Dit is nou echt de laatste keer, Amanda. Het is een pak van zaar. Next life. Nee, dat niet eens. Gewoon iets weg. Ja, ik vind het wel jammer. Ja, ik deels ook, maar ik doe het niet sentimenteel over, klaar. Ik heb die beslissing genomen, daar sta ik achter. En het moet gebeuren, maar vanavond gaan we lekker janken op het toneel. Gaan we zeker doen. Lucien Boyer, Richard Tauber, Tino Rossi, de muziek van vergane generaties. Armando wilde iets van de sfeer van vroeger terugbrengen. Zoals de bomen die hij schildert. Alsof hij iets ten opzichte van het verleden had goed te maken. 14 jaar stond hij op de podia, in binnen- en buitenland. In juni 2003 is het voorbij. Geen zin meer, zegt hij. Gewoon geen zin meer. Ja, maar ik kan ook zo genieten van andere mensen. Als ik bijvoorbeeld met muziek, dan hoorde ik de anderen. En dan ja, kon ik ervan genieten, want die speelde mooi. In de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam speelt hij nog een toegift. Dan is het echt voorbij. Voor altijd.